Wat vond je van de wedstrijd? Nou, dit zijn de wedstrijden waarvoor je uiteindelijk je bed uitkomt. Dus dat vond ik van de wedstrijd. Dat is intens, goede ploeg tegenover je die goed gecoacht wordt. En is een dubbeltje op zijn kant vaak. En, wij waren denk ik aan de goede hand. Ja, het begin van de tweede helft was een beetje aarzelend. Het duurde lang voordat je scoorde. Maar daarna was het ook meteen los. Ja. Ja, wat ik heel positief vond was met name de agressiviteit van iedereen. Soms is basketbal niet techniek, tactiek, maar is het gewoon knallen op het veld. En daar hebben we het ook de hele week over gehad, maar met name ook voor de wedstrijd. En dat heb ik gewoon gezien. En dat is, kijk, als je zo'n wedstrijd tegen Saratov speelt en dan deze wedstrijd erachteraan, dan kan ik alleen maar zeggen, spelers, chapeau. Ja, precies. Waren ze tegen Chapeau of tegen Saratov minder scherp, minder agressief? Nee, zeker niet minder agressief, maar dat is een andere ploeg en je verliest de wedstrijd. Hè? Dus je kijkt eigenlijk even vanaf dat moment. Ik vergelijk het niet met Saratov. Je krijgt toch even een knal voor je kanus als je van Saratov verliest, ja. Als speler. Nou, als je dan kijkt hoe de spelers daar gewoon van terugkomen, dan vind ik dat, daar hou ik van. Ja, want hoe zijn ze dan bijvoorbeeld, je verliest woensdag met 25 punten en dan ga je donderdag trainen. En hoe is de sfeer dan? Zie je dat toch een beetje te neergeslagen, down and out? Of gaan we meteen de schouders eronder, want we krijgen een mos? Ik denk dat we een half uurtje gereflecteerd hebben met elkaar over wat er nou is gebeurd. En wat ik mooi vind van deze groep is dat men ongelooflijk open is en transparant. Dat betekent dat je heel snel in een soort learning mode komt. En toen hebben we gezegd, oké, hoe gaan we deze week aanvliegen? Dus we hebben ook, normaal zouden we donderdag niet trainen, hebben we toch gedaan. Kijk, dat zijn de momenten dat je er even moet staan. In plaats van vrijnemen ga je dan toch trainen. Vrijdag ook getraind, goed voorbereid. Hebben we woensdagavond al gedaan. Dus na de wedstrijd Saratov hebben we al de wedstrijd voorbereid richting Den Bosch. Dus eigenlijk alle dingen die je kan doen. En je kan ook wachten tot donderdag, maar dan gewoon woensdagnacht werken. Donderdag meteen die voorbereiding door te trainen en dan vrijdag gisteren ook een goede training. Kijk, en dan win je een pot. Ja. En je wint nu deze wedstrijd. Nu heb je iets meer dan een week tot de volgende wedstrijd, 31 december. Is het zo dat krijgt iedereen nu bijvoorbeeld 2 dagen vrij of wordt er gewoon meteen maandag weer volle bak of morgen volle bak? Nee, we hebben tot en met de kerst vrij en dan gaan we daarna weer beginnen. Okay. Dan hebben we drie, vier dagen de tijd om ons voor te bereiden op Rotterdam. Maar eigenlijk meteen daarna al Groningen. 3 januari Groningen is eigenlijk onze belangrijkste wedstrijd. Ja, vlak daarna heb je ook landsteden volgens mij alweer. Nou, zover kijk ik niet vooruit. Ja, daar kijk ik dan wel vooruit. Ja. En natuurlijk wel een paar Europa Cup wedstrijden. Die zeker, die heb ik wel op een netflix. Ja, precies. Saratov wordt nog wel een leuk uitreisje, hè? Ja, nou ja, dat gaan we meemaken. Het wordt een mooie Russische rit. Ja. Hey, je speelt in het eerste kwart breng je Marijn Ververs in de ploeg. Die speelt 4-5 minuten, die zien we daarna niet meer terug. Sergio zien we helemaal niet. Moeten ze nog aanhaken bij het niveau van de andere 6? Er zit nog wel een redelijk plateau tussen. Of ze trainen misschien iets minder. Nou, kijk, als we naar Sergio kijken, die heeft 6 weken niet gespeeld. Hij heeft zijn been gebroken en die proberen we terug te brengen. Ja, daar moet wel het moment voor zijn. Tegen Saratov even geprobeerd, ook even met hem over gehad. Vandaag was dat moment er even niet. Nee. Dat heeft niks met Sergio te maken. Dat heeft gewoon te maken met hoe de wedstrijd gaat. Marijn hebben we de eerste helft gebracht. Dat hebben we ook van tevoren over gehad. En dat ging helemaal niet verkeerd. Maar ja. Kijk, we moeten ook wel een potje winnen. Ja, ja. En dan op een gegeven moment is het ook wel eventjes zorgen dat je de spelers op het veld krijgt die er moeten staan. En van je weet dat ze er staan. Kijk, Vetti wisselde toch op het eind in voor Kenny. Daar was eigenlijk geen reden voor. Kenny deed het namelijk hartstikke goed. Maar is toch lekker, ook voor een coach, dat als Vetti er dan in komt, ook even de 3-punten reactie. Ja, dat was ook een hele belangrijke. Ja, game winner. Ja, precies, de donksteek voor Den Bosch. Ja. Thompson was wat minder verdedigend goed, want hij pakt veel steals, hij pakt veel assists. Nou, aanvallend was hij nog minder. Ja. Is hij niet 100%, is hij ziekerig of is hij helemaal van het pad af door de belangstelling dat hij toch denkt van ja, ik moet goed spelen, want ik wie weet. Het is altijd moeilijk om daar een reden voor te vinden dan wel de vinger achter te krijgen. Die man speelt een fantastische seizoen. Ja, nee. En die heeft dan tegen Saratov een iets mindere wedstrijd, terwijl er heel veel belangstelling is. Er zitten 3 NBA-scouts op de tribune, ja, dat laat je niet ongemoeid denk ik als speler. Ja, deze wedstrijd kan ik moeilijk inschatten.
Hij heeft bijna elke wedstrijd 35 tot 40 minuten gespeeld. Ja, op een gegeven moment is het ook even op. Ja, precies. Is dat ook iets waarvan je zegt van nou, vanaf volgende wedstrijd, dat je dat misschien een beetje gaat proberen terug te brengen? Dat je misschien wat andere spelers, andere rotaties misschien gaat doen bij je ploeg? Nou, dat hebben we vandaag gedaan. Hè. Dus we hebben vandaag wat meer doorgeroteerd in het begin. Je voelt vanaf het begin dat dit een wedstrijd is op het scherpst van de snede. Ja, dat kan ik niet zonder Daniël Stomsen. Nee. Het is natuurlijk ook een hele intense wedstrijd en daar kan je hem natuurlijk wel voor gebruiken. Met zijn verdedigende lange armen. Belangrijke steals, passes. Ja. Dus ja, dat is op dat moment even de coach die inschat hoe hij denkt een wedstrijd te winnen. Ja, dus ja. Precies. Nou, wat mij betreft zou ik zeggen fijne kerstdagen. Ja. En dan zien we je in Rotterdam. Dan spreken we niet via de koptelefoon. Dat wordt pas weer 3 januari. Jullie ook, fijne kerstdagen. Oké, okay, mooi hè. Dankjewel.